Een appartementencomplex aan de Olimodus Singel, de Bettelkerk aan de Jan Harm Bosstraat en de Detakerk aan de Laan. Het zijn naoorlogse panden in Enschede die mogelijk alsnog bestempeld worden als gemeentelijk monument. De gemeente voelde er eerder niets voor om deze en negen andere panden monumentenstatus toe te kennen, omdat ze al voldoende beschermd zouden zijn. De bezwaren van de bond Heemschut en het Kuipersgenootschap zijn nu door de rechter gehonoreerd. Een meervoudige kamer zelfs. Dus het was, werd echt als belangrijk beschouwd dat uh, Enschede uh, ja, eigenlijk toch een beetje te makkelijk over, daar overheen is gestapt om dat af te wijzen. We moeten in ieder geval per pand nu gaan bepalen van of het wel of niet een monumentenstatus kan krijgen. En wat eigenlijk belangrijker is, het argument van, van Enschede: van ja, er is toch geen geld en daarom doen we het maar niet. Dat werd, werd door de rechters afgewezen. Eigenaren van die, van die panden die zullen zeggen: Van ja, wacht eens even. Als het een monument wordt, dan wordt het onderhoud ook veel duurder voor ons. Dan kunnen we niet betalen. Nou, ik denk dat dat in de praktijk erg meevalt. Vroeger was men daar nogal rigide in, ook van ons soort clubs, maar ook van, van, van het Rijk, uit vooral. Maar we zijn wat dat betreft hebben we geleerd om veel pragmatischer te zijn erin. Het belangrijkste is dat zo'n gebouw blijft bestaan, dat het karakter ook blijft bestaan. En eh, ja, je moet daar gewoon in meedenken van, van hoe een herbestemming, als dat dan aan de orde zou zijn, eh, hoe dat dan het beste uit zou kunnen pakken.